Avond, dit is Gabi vanuit Zellamzee. Vandaag gaan we iets wat anders doen. We gaan op après-ski-avond. En dit keer gaan we dat dus in Zell doen. Normaal gesproken komen we daar niet zo vaak toe, maar we hebben verschillende kennissen. En daarmee gaan we vandaag op pad. En we gaan meerdere bars bezoeken, waaronder de Gin Bar en natuurlijk ook de wereldberoemde, heel beroemde Crazy Daisy. De meneer die hier naast mij ziet is Johnny Tesh, onze tourguide van vanavond. Hallo! En ook de marketing manager en voorman van Villa Crazy Daisies. En hij gaat ons meenemen naar de beste en leukste après-ski plekken in Zellamzee. Onze eerste stop is dus bij het Ginhuis in Zellamzee. Nou, deze plek hebben ze een kaart met meer dan 750 verschillende soorten gin. En natuurlijk een breed scala aan tonics en bijpassende drankjes. Maar je kan er ook terecht voor gewoon een lekker vers biertje. En met een gemoedelijke atmosfeer en een beetje duistere interieur is het al snel lekker gezellig. Perfect te starten van ons avondje uit. You've been to all these bars? No. We zijn nu in de sportsbar en deze bar is onderdeel van een hotel, het Lab Celta Hotel. En dit hotel is tevens ook het oudste hotel in Zellamzee en dateert als eerste dame uit 1611. Natuurlijk is het daartussendoor opgeknapt, maar je ziet om mij heen dat nog steeds een deel van de rustieke en oude atmosfeer bewaard is gebleven. Wat deze plek natuurlijk super leuk maakt om te bezoeken of misschien zelfs een keer te opknappen. De sportsbar, sportstube, is dus ook bekend vanwege de hele gale interieur. Oude posters van skiën en muziek. En daarnaast serveren ze natuurlijk heerlijk bier, Jägermeisters en ook wine. We lopen nu door het gezellige centrum van Zellamzee en gaan naar onze laatste stopplek, Villa Crazy Daisies. Dit is een plek waar wij ook zelf in de zomer regelmatig komen, want dan draaien ze de live muziek. En naast dat het een heel gezellige bar is, hebben ze ook een heerlijk restaurant met goed eten. Maar daar gaan we vanavond niet van genieten, dat doen we weer een ander keertje. Kijken wat ze ons te bieden hebben qua lekkere drankjes. Villa Crazy Daisies heeft een supergezellige buiten après-ski bar. Wat voor zeker als je van de piste komt super leuk is en gezellig. Lekker in je skischoenen. En ook een hele aardige drink gelijk met verschillende shots zoals een Fireball, Flying Hears, Gin and Tonic en natuurlijk verschillende soorten bier. En daarna kun je heerlijk binnen verder feesten. Door eerst lekker te eten op de begane grond. En daarna door te verhuizen naar de bovenverdieping waar een grote discotheek gehuisvest. Natuurlijk mag een rondje snaps bij Crazy Daisies niet ontbreken. Proost! 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 Alles samen! De avond en
laatste stop was Villa Crazy Daisies, waar we een hartstikke leuke tijd hebben gehad. Je ziet al, het is hartstikke koud buiten. Wij gaan nu richting huis, een hapje eten en dan lekker naar bed. En ik breng jullie de volgende vlog binnenkort ergens hier vanuit Kapoenzeel aan Zee. Ik wens jullie een hele fijne avond en tot de volgende keer. Doei doei!